Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik je nieuwe producten van Catrice laten zien. Catrice komt twee keer in het jaar met een assortimentsupdate. De eerste update die vindt eigenlijk plaats in februari en dan komen de voorjaarsproducten. De tweede update komt dan in augustus en dit zijn najaarsproducten. Door corona is het vaak iets later. Het is nu september en de producten liggen nu in de winkel. Dus dat heeft puur te maken met corona. Maar normaal gesproken houden ze dus februari en augustus aan om nieuwe producten uit te brengen. Dit zijn dus de producten voor het najaar. Het zijn producten uit het kleine schap van Catrice. Het zijn niet heel veel producten. Maar ik wil je toch laten zien wat je dus in het kleine schap van Catrice kunt vinden aan nieuwe producten. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten er nu zoal in de winkel liggen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga overigens deze producten niet swatchen, want ik wil ze heel graag reviewen voor mijn blog. En dan ziet het er niet meer zo mooi uit als ik ze al gebruikt heb. Maar je zult ze zeker nog in een van mijn video's voorbij gaan zien komen. En mocht je echt benieuwd zijn naar een product waarvan je denkt, goh, misschien is het leuk om ze in een video te testen, mag je natuurlijk altijd laten weten. Dan kan ik altijd kijken of ik daar wat mee kan doen. Maar ja, dat wilde ik wel even meegeven, dat ze dus niet geswatcht gaan worden in deze video. Voor de mensen die het nog niet weten, Catrice is eigenlijk al jaren cruelty-free en tegenwoordig ook compleet vegan. Dus ja, als je dat belangrijk vindt in make-up, is dit gewoon een hele goede optie van Catrice. Ik wil beginnen met een aantal nieuwe nagellakjes. Het zijn eigenlijk vooral nieuwe kleurtjes. Ik heb allereerst deze twee kleuren. Ik heb hier allereerst een beetje een blauwachtige kleur. En dit is de kleur 109 Sneakers en Denim. Het is eigenlijk inderdaad echt een beetje ja, blauw-grijsachtig. Ik denk meer grijs. Catrice gebruikt eigenlijk altijd dubbele doppen. En dit is eigenlijk omdat zo'n dop niet zo makkelijk is met nagels lakken. Zo'n dopje wel. En ja, eigenlijk ziet zo'n dopje er niet heel erg netjes uit, leuk uit. En dan zo'n dopje ziet er dan gewoon net wat leuker uit. Dit is het kwastje. Die is eigenlijk heel basic hoor. Kijk, het is gewoon zo'n kwastje. Dikke prima. Je kunt er prima je nagels mee lakken. Maar ik vond het wel een interessant kleurtje. Wat er ook nog op de dop staat, is dat deze dop gemaakt is van 94% gerecycled plastic. Dit zijn de gel lakkers. Deze beloven ook wat langer te laten zitten. Het ene kleurtje doet het wel, het andere kleurtje niet. Dus ja, dat is niet heel duidelijk te zeggen. Dan heb ik ook van de Iconails de kleur 107. En dit is Peach Me. Dit is inderdaad een beetje een peach kleurtje. Hij is wel een stuk lichter als de nagellakkleur die ik nu draag. Maar ook wel een leuk kleurtje om te zien. Dus ja, ik heb eigenlijk alleen het idee dat hij niet helemaal goed is. Want kijk, hij begint hier al een beetje te lopen. Dat is wel heel raar, want hij komt net nieuw uit de winkel. Dus nou ja, goed. Dat is die. Dan heb ik ook nog twee Morden Nude nagellakjes. Die zouden voor elke skin type zijn. Dat zijn deze. Deze hebben dan zo'n mooie gouden dop. Dit is allereerst de kleur 13 To Be Continued. Dat is deze. En die heeft dus dan ook zo'n dubbele dop. Eigenlijk is het... zo, hij zit goed strak dicht. Het kwastje verder hetzelfde. Kijk, die ziet er gewoon zo uit. Dus ja, is niet heel interessant. Maar het zijn wel leuke kleurtjes, want die zijn ook heel erg draagbaar. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook... Oh, kijk, deze zit verkeerd om, want die moet dus zo, het topje. Nou, dan doe ik het nog verkeerd. Lekker bezig. Zo moet die. Dit is de kleur 12 Glowing Rose. Ook wel een leuk kleurtje. Dus ja, ik vind dit soort kleurtjes altijd wel heel erg leuk. Dus die zijn hartstikke leuk om te zien. Ik heb nog meer van deze kleurtjes. Die heb ik eigenlijk nog niet getest. Ik ben wel benieuwd hoe de langdurigheid en zo daarvan is. Dan heb ik drie Power Plumping Gel Lipsticks. En dit zijn nieuwe kleuren. Die zien er zo uit. De dop heeft een licht glittertje. Hij is een beetje transparant. Verder wel mooi weergegeven. Dit is allereerst de kleur 170. Staat er dan ook een naam op. Dat is wel leuk eigenlijk om te weten. Strong and Beautiful. En dan moet ik ze alleen even openmaken. Want ze zitten wel goed strak dicht. Dat is dit kleurtje. Hij ziet er op zich wel heel erg leuk uit. Ben ik wel benieuwd naar. Er staat ook in Be Brave. Dat is altijd wel een leuk effect, moet ik zeggen.
Dan heb ik de volgende kleur. En dat is 150. Dit is de kleur Roots to be World. Mooi rood kleurtje. Ziet er heel leuk uit. Zit ook een glittertje in. Vind ik zelf wel heel erg leuk als een lipstick ook een glittertje heeft. En ik heb hier de kleur 160. En dit is Fearless Femme. En die ziet er zo uit. Deze hebben allemaal een glittertje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze kleurtjes. En of ze een beetje lekker voelen op de huid. Dus dat zijn allereerst deze nieuwe Power Plumping Lipsticks. Dan heb ik hier een Volumize Extreme Lip Booster. Dat is deze. En deze heeft een optisch tannenblekend effect. Nou, dat vind ik wel heel erg interessant. Heeft een ijsbonbon smaak en ook de geur. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga ervan uit dat dit zo'n product is wat je lippen weer wat groter zou laten lijken. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Oh, ja, het ruikt wel heel lekker. Dit is het applicatortje. Ik moet zeggen dat de geur echt heel aangenaam is. Ik ruik wel hele lichte pepermuntgeur. Oh, maar ik vind hem wel heel lekker ruiken. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Want hij ruikt echt wel heel erg aangenaam. Deze heeft verder de naam 030 Nice Bonbon gekregen. En ik vind hem er wel heel erg interessant uitzien. Ook door die geur. Ja, ik vind hem wel heel erg interessant, moet ik zeggen. Dan hebben ze ook een nieuwe Powerful 5 Lip Care. Dit is volgens mij een lippenbalsem. Dit is met hyaluron, watermelon, goji berry, cucumber en ginger roy. Dat is deze. Hier hebben ze al wat andere tinten van. Deze was dus nu nieuw. Dit is een 010 Charming Rose. Het is dus een leuk roze kleurtje. Die ziet er dus zo uit. Een beetje schuin afgesneden. En dit is dan die lippenbalsem. Ik heb hier ook nog andere kleuren van. Die heb ik overigens ook nog niet geprobeerd. Dus ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Dus ik ga ze binnenkort maar eens eventjes een keertje testen. Dus hier zitten verschillende ingrediënten in. Dus ik ben wel benieuwd. Volgens mij heeft hij verder niet echt een geurtje. Nee, eigenlijk heel natuurlijk ruikt hij. Dus het is niet echt een hele bijzondere geur die daar aan zit. Dus dat is deze. Dan hadden ze ook een nieuwe lippenbalsem. Eigenlijk een verzorgende lippenbalsem. En deze geeft verzorging en kleur. En dit is de 010 Carried Watermelon. En hier zit watermeloen in en seedolie. Er zitten dus eigenlijk verschillende soorten oliën in. Ik ben wel benieuwd hoe die dan reageert bij mij op de lippen. Omdat die dus reageert op de pH-waarde van je lippen. Dus het kan zijn dat die bij mij heel anders reageert dan bij iemand anders. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk van dit soort producten. Dat ze dus reageren op je kleur van je lippen. Hij ruikt wel heel lekker, moet ik zeggen. Dus dat is altijd wel weer een pluspunt. Dus vind ik ook wel een heel interessant product. En ik heb ook nog een nieuwe Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint. Ik heb hier ook al meerdere varianten van. Die heb ik overigens ook nog niet geprobeerd. Maar dit is dus een nieuwe kleur. Dit is de 010 Loyal to Your Lips. Ja, en het is eigenlijk een long-lasting product. Maar is dus eigenlijk een beetje op waterbasis. Met een lichte tint. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Hij is maskproof. Nou ja, op zich hoeft dat er niet meer op te staan. Want we zijn natuurlijk nu van de maskertjes af. Behalve in het OV natuurlijk. Hij heeft niet echt een geur. Dit is de applicator. Dus op zich een prima applicator. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar die andere tinten. Want ik heb ze eigenlijk die andere ook nog niet geprobeerd. En elke keer wil ik ze wel gaan proberen. En hebben, ja, het is elke keer dat ik denk, oh, die wil ik nu echt wel een keer gaan proberen. Dus nu ga ik ze echt wel heel snel proberen. Dus deze dan ook nog. Dan heb ik een liquid liner. Een matte liquid liner. En dat is deze. Dit is de 010 Dating Joe Black. Heeft een veltip, staat hier. En hiermee zou je heel precies kunnen werken.
Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik vind dit er wel heel erg leuk uitzien. Ik ga hem even opendraaien. Oh, heel mooi. Kijk, een heel dun applicatortje heeft hij. Ja, ziet er wel heel erg interessant uit. Ik denk zeker dat je hier heel erg precies mee kunt werken. Ik vind hem ook wel schattig dun. Dus hij is ook nog eens heel makkelijk als je hem mee zou willen nemen. Ja, ik vind hem wel heel erg interessant uitzien. Mat effect vind ik ook altijd wel heel erg mooi. Dat ziet er wel heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Het volgende product wat ik heb is voor de wenkbrauwen. Dit is de Volume & Lift Brow Mascara. Zou waterproof zijn. Hij ziet er zo uit. Ik heb hem in 040 Dark Brown. Het is gewoon eigenlijk een gekleurde wenkbrauwmascara. Er zit wel een care complex in. Met rice wax en glycerine. En even kijken, want het staat er heel sunflowerolie. Het staat er hierop en dat is dan goud met wit. Nou, dat is een beetje moeilijk te lezen soms. Ja, ziet er heel erg leuk uit. Ik ben heel benieuwd naar het borsteltje. Oh, heel schattig. Kijk, heel schattig klein spoelietje. Hiermee kun je dus je wenkbrauwen doen. Ja, ik vind het er wel leuk uitzien. Misschien is de kleur te donker. Ik heb altijd wel de wat donkerdere kleur, omdat het net wat mooier bij mij staat, vind ik zelf. Maar dat is heel verschillend per persoon wat je mooi vindt. Dan heb ik ook een Brow Definer Brush Pen. Belooft ook long lasting te zijn. En dat is deze. Dit is de kleur 020 Medium Brown. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Staat er verder nog wat op? Hij zou semi-permanent zijn. Met een hele fijne brush staat hier. Voor een naturel ogende wenkbrauwen. Oh ja. Kijk, dit is het de tip. Hiermee kun je dus gewoon je wenkbrauwen inkleuren. Ik vraag me wel vaak een beetje af of dat dit goed werkt. Want heel vaak gaat het product heel erg naar onder, terwijl het naar boven moet. Maar je kunt hem wel een beetje schudden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of het heel lang zou werken. Kijken of er verder nog wat interessants op staat. Je moet hem echt ook... Tip down staat er ook op. Dus het is het beste om hem zo neer te zetten. Maar ja, als hij in mijn stash ligt, ligt hij ook zo. Dus. Nou, ik ben hier wel heel erg benieuwd naar geworden. Dan heb ik ook nog een brow gel. Is ook waterproof, smudgeproof en zou blijven zitten tot 2 dagen. Ik heb hem in de kleur 010 Light. Je had hier niet heel veel kleuren van, moet ik zeggen. Deze wordt dus ook geleverd in een doosje. Ziet er dan zo uit, brow gel. Even kijken hoor. Deze heeft dan weer een wat grotere spoelie. Ik vind het ook niet echt een spoelie. Ik vind het meer een applicator die je bij lipgloss ziet eigenlijk. Maar ja, ik ben wel benieuwd of dit 2 dagen blijft zitten. Ik vind het altijd ook wel een beetje spannend, moet ik zeggen. Waterproof, long lasting. Verder staat er niet heel erg veel op, dus ik ben wel benieuwd. Het ziet er in ieder geval wel heel interessant uit. Dus nou, we gaan het gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Dan heb ik ook nog een nieuwe bronzer. En hier zit macadamia olie in. En dit is de Holiday Skin Luminous Bronzer. Dit is de kleur 020 of To The Iceland. Ik ben wel benieuwd. Het ziet er wel mooi uit. Staat er nog wat interessants op. Het is een silky bronzer met een zachte luminous finish. Waterproof. Ja, dat is het eigenlijk ook. Zit dat dicht? Geloof ik wel. Ik moet het even openmaken, want dat krijg ik natuurlijk weer niet zo makkelijk voor elkaar. Zo, hij is open. Hij ziet er zo uit. Hij heeft hele mooie rippeltjes aan de binnenkant. Dat vind ik er wel heel erg mooi uitzien. Ik denk dat de kleur ook wel goed bij mij past. Want ik hou zelf wel van een wat donkerdere bronzer. Ik vind het leuk dat ze een gouden rand hebben gebruikt. Dus ja, ik vind het er op zich wel heel erg leuk uitzien als ik het zo bekijk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Die macadamia olie maakt het ook wel erg interessant, vind ik zelf. Dus ja, wel een heel interessant uitziende bronzer. Ik weet niet of deze in verschillende kleuren was. Want ik heb deze bij de winkel alleen maar in 1 kleur gezien. Dus
Dat durf ik je niet te vertellen. Dus ja, dan moet je maar eventjes naar kijken mocht je dat graag willen zien. Dan ben ik ook gelijk toe aan de twee laatste producten. En dat zijn de nieuwe mascara's. Dit zijn de Lost Changer Volume Mascara's. En ik heb de gewone en de waterproof variant. Ik vind de verpakkingen er heel erg mooi uitzien. Zo met dat roze, zeg maar. Dat een beetje glimt. Dit is de 010 Ultra Black. Hier zit hyaluronic acid in. Het is een volume mascara, staat hier. Hij zit goed dichtgeseald ook, maar ik ga hem nu gewoon opendraaien. Om het borsteltje te bekijken. Ja, het is wel een borsteltje waar ik blij van word zelf. Maar het is natuurlijk altijd de vraag of die echt goed volume geeft. Dat is altijd een beetje afwachten, want er zijn zoveel mascara's die het beloven en het helaas niet waarmaken. Maar deze ziet er wel heel erg interessant uit sowieso. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. En dan heb ik hem dus ook in de waterproof variant. Nou, die is verder gewoon hetzelfde. Alleen deze zou dan waterproof zijn. Stronghold en makkelijk te verwijderen staat er. Dus dat staat op deze trouwens niet. Dus dat staat op deze dan weer wel. Dus wat dat betreft is hij wel iets anders. Dit is dan de 010 Ultra Black Waterproof. Hier zit ook hyaluronic acid in. Nou, het borsteltje gaat verder denk ik hetzelfde zijn. Nou, deze is iets minder breed lijkt het. Maar misschien heb ik het verkeerd hoor. Hij lijkt iets anders te zijn. Qua structuur iets minder breed als ik het zo zie. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd of hij het waterproof effect heeft. Want ik heb de laatste paar keer mascara's geprobeerd die dan waterproof beloofden te zijn. Dat waren ze dan totaal niet. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of deze het dan wel is. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar deze mascara's. Maar als ik de hulzen naast elkaar houd... Nee, ze zijn wel even breed. Het leek even gezichtsbedrog alsof deze iets dikker was dan deze. Maar dat is dus niet zo. Maar die vind ik ook wel heel erg interessant en ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, dit waren dan de nieuwe producten van Catrice uit het kleine schap. Het grote schap heeft meer producten. Ik zal even het persbericht hieronder linken in de beschrijving. Ik heb namelijk een persbericht online staan op mijn blog en daar kun je alle nieuwe producten terugvinden. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat er niet heel veel nieuwe producten zijn bijgekomen, maar meer nieuwe kleuren. De bronzer is dan nieuw en echt de mascara's zijn nieuw, maar de nagellakjes zijn meer aanvulling van kleuren en van de lipsticks ook. Dus ik heb wel het idee dat ze bij de tweede update tegenwoordig meer aanvullende kleuren pakken dan dat er echt heel veel nieuwe producten bij komen. Maar goed, het is natuurlijk een greep uit het kleine schap, dus ja, je weet niet wat het grote schap aanbiedt. Ja, ik weet het wel ongeveer, maar het is voor mij ook altijd een verrassing, zeg maar, als ik het persbericht heb binnengekregen van wat ga ik dan vinden in het kleine schap en wat zal in het grote schap liggen. Maar ja, ik heb zelf het grote schap niet, dus ik, voor mij is het dan een beetje moeilijk om te zeggen, zeg maar, wat je daarin gaat vinden. Ik denk dat daar ook nog het nieuwe oogschaduwpaletten zal liggen, maar ja, die heb ik dus niet. Maar dat is ook meer een aanvulling van nieuwe kleuren van bestaande oogschaduwpaletten bijvoorbeeld. Ik ben erg benieuwd eigenlijk of jij al een van deze nieuwe producten hebt geprobeerd of hebt gespot. Of dat je zelf benieuwd bent geworden naar de nieuwe producten. Ben je een Catrice gebruiker of is het een merk wat je eigenlijk gewoon helemaal overslaat? Ben ik wel heel erg benieuwd naar. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf op de rode button te klikken. Daarnaast staat ook een belletje en als je daarop klikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online is gekomen. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!